Het spannende museum in Nieuw-Dordrecht. Museumcollectie Brands. En voor ons op tafel liggen twee hele mooie gladde stenen. Grote, gladde, ronde stenen van ongeveer een centimeter of 12, 10 doorsnee. Zoiets pikzwart. Maar wat het is, ik heb er geen idee van. En hopelijk weet Marianne Bakker van het museum daar wel iets zinnigs over te zeggen. Ja, ik denk dat weinig mensen dit maar kennen. Want wat we hier voor ons hebben, dat zijn strijkglazen. En zoals de naam al een beetje zegt, dit zijn dus hele vroege voorlopers van ons strijkijzer. En dat kennen we wel, hè. Sommigen hebben er een hekel aan, maar het is een gebruik strijken wat we nu ook nog moeten doen om onze kleren een beetje mooi te houden. Ja, en wij strijken met hitte, hè? Dus we maken iets heel heet en daardoor wordt hetgene wat je strijkt dan mooi glad. Maar dit zijn stenen, je kan ze in je hand pakken en dan zijn ze mooi glad. Maar als ze heet zouden zijn, dan kan je ze dus niet vasthouden. Dus hoe werkt dat dan? Ja, je verwarmt ze dan ook niet, want je neemt ze inderdaad in de hand. Ze passen perfect in je hand en daarmee ga je dus bewegingen maken over de stof en er ontstaat wrijving en door wrijving warmte. En dat helpt dus om de kreuken uit de stof te krijgen en ook om het wat glans te geven. Maar je bent hier wel wat langer met deze stenen bezig om te strijken dan wat wij nu met onze stoomstrijkijzers doen. Ja. Jeetje, en hoe komt het nou dat ik hier nog nooit van gehoord heb? Zijn ze heel oud of zo? Nou, strijkstenen zijn eeuwen geleden al gebruikt. Men vermoedt dat ze in de 7e of 8e eeuw men daarmee is begonnen. Maar ze zijn vrij lang ook nog wel doorgebruikt. Nou, eigenlijk tot aan de 17e eeuw, toen dus het strijkijzer kwam, zeg maar. En, maar in sommige gebieden waar men nog klederdracht droeg, zijn ze zelfs nog vrij lang ermee doorgegaan. Want dan kon ze heel mooi al die kragen en die fijne stoffen mee glad maken. Maar ja, er zijn een aantal van zulke stenen wel in Nederland gevonden. Ik kon er iets van, uit een onderzoek las ik een stuk of 120, vooral in nederzettingen. Maar ook zijn ze gevonden in graven van vikingen, want die kregen dat mee als grafgift. Maar ondanks dat er wel vondsten zijn, en we weten dat het strijkstenen zijn, ik weet niet wie dat ooit heeft uitgevonden, maar toch is er nog vrij veel onbekend. Ze zijn dus een lange periode gebruikt. Maar hoe en wat precies, ja, daarvoor ontbreekt nog wel wat puzzelstukjes in het archeologische bewijs. Oké, dus het zijn eigenlijk bodemvondsten. En jij zei het zijn strijkglazen, maar ze zijn pikzwart. Ik dacht dat het stenen waren. Ja, ze worden soms ook wel strijkstenen genoemd. En er zijn ook heel veel varianten op de naam. Ze worden ook wel grittelstenen, slikstenen, glansstenen genoemd. En er zijn ook wel vermoedelijk exemplaren van steen geweest. Misschien zelfs wel de voorlopers. Waarschijnlijk ook van hout of van beenderen. Maar die zijn in de loop van de tijd vergaan. En glas is wat bestendiger wat dat betreft. Maar ja, je ziet het niet, want glas denken we snel aan een doorzichtig materiaal. Maar deze zijn dus pikzwart, zou je denken. Maar als ik er eentje omdraai, dan zie je aan de onderkant een navel, wordt dat wel genoemd. Waar het glas toen is afgeknipt bij productie. En als je goed kijkt, zie je dat het eigenlijk donkergroen is. Heel, 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 heel donkergroen. En dan moet je heel goed kijken, ja. En dan kan je ook zien dat het inderdaad vloeibaar is geweest en bij dat naveltje is afgeknipt. Ja, ze denken inderdaad dat het in het productieproces tot stand is gekomen, dat het op een ijzeren staaf of zo'n glasstaaf die ze gebruiken voor het glas maken, dat daar of is rondgedraaid, uiteindelijk een beetje afgeplatst, zodat je het mooie gladde oppervlak krijgt. Ze denken dat dat een van de productiemethodes is geweest om het te maken. Dat is dan ook dus de oplossing voor de vraag die we op Facebook van Drenthe Toen hebben gesteld. Van wat is dit? Dit zijn dus twee strijkstenen en gebruikt om textiel mooi glad mee te maken. Maar
Nou, daar moet je wel zin in hebben, zeg, want het lijkt me gewoon wel heel erg bewerkelijk. Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Maar ja, tegenwoordig zijn we gemak dient de mens. We hebben niet zoveel geduld meer. Maar vroeger, ja, dan moest je, nou ja, als vrouw, want dat is wel een typisch vrouwengebruiksproduct, ook toen al, moest je wel flink wat tijd gingen inzitten om je kleding te strijken, zover als dat ging. En het is ook niet voor elk materiaal even geschikt. Het werd vooral veel gebruikt voor linnen, want dat kreukt ook heel erg. En ja, dat is in die tijd dat de strijkglazen opkwamen, ook zo'n beetje de vlas en dus de productie van linnen opgekomen. Maar het werd ook wel bij wol gebruikt soms. En dan in combinatie met bijenwas. En wat je dan kreeg is op zich heel mooi, want dan kreeg je een soort van coating. Dus dan werd het waterproof. Oké, wat je nou nog hebt met waxjassen. Ja, precies. Dus ze hadden meerdere doeleinden, deze stenen. De stof nou ja, om te kreuken, glanzend maken. Ja, men vond het toch mooier, hè? Gestreken kleding. Het wordt ook al gezegd, men voelde zich er gewoon prettiger in. Nou ja, als je er mooi bij loopt, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar latere tijden ook, toen ze niet meer zozeer met deze stenen streken of strijkglazen, zijn ze ook wel gebruikt bijvoorbeeld voor het vermalen van pigmenten, van verf of van zout of voor het gladstrijken in de papierproductie. Dus daarom wordt ook wel eens gedacht van, zo, zijn een soort van ja, vijzels, want er zijn er ook die hebben nog een steeltje eraan. Maar dat is eigenlijk pas, zijn dat latere exemplaren, maar oorspronkelijk dus ja, zonder een handvat.